Hey, en wij gaan bodemdiertjes zoeken. Maar eerst wil ik eigenlijk van jullie even weten of jullie weten wat bodemdiertjes zijn. Wat denk jij? Wat zijn bodem? Volgens mij insecten in de grond. Insecten in de grond. En wat denk jij? Diertjes in de grond of diertjes boven de grond, bijvoorbeeld sprinkhanen. Oké. Okay. Ja, diertjes in de grond. Diertjes in de grond. Wormen. Wormen. Ja, nou eigenlijk heeft iedereen wel een goed antwoord gegeven. De poten. Wat is de verschillend aan deze twee dan? Duizend poten en een miljoen poten. Ja, maar wat is dan welke? De onderste is een miljoen poten, de andere is een duizend poten. Ja, een duizend poten heeft geen duizend poten en een miljoen poten heeft geen miljoen poten. Nee. Absoluut niet. Ik denk dat er inderdaad iemand was die hem ooit vond en die dacht, dat is echt heel veel telwerk, ga ik niet doen, het zijn er vast duizend. Ja, en ook bij een miljoen. Ja, en dat zijn er nog meer vaak. Hey, maar een duizend poot, zie je dat hij allemaal segmenten heeft van die stukjes lichaam? Ja. En aan elk stukje zitten twee poten. En daar vier. En bij een miljoen poot zitten er vier aan elk stukje lichaam. Dus als je dat zo meteen vindt, dan kan je eigenlijk vrij snel zien of het een duizend poot of een miljoen poot is. Hoef je niet eens te gaan tellen. He, want een miljoen tellen, dat is echt heel veel werk. Ja? Dan geef ik jullie allemaal een setje. Of dat mag je ook zelf pakken van mij. Twee verschillende zoekkaarten. Een loepje, een lepel, een stofzuiger. Dan stel ik voor dat we hier een beetje tussen de tenten in dit stukje op zoek gaan met z'n allen. Dit zo, hier tussen de tenten. Een zoekkaart. Ik heb nog een. En heb jij iets in de hand? Wat is dat voor een apparaat? Dan kun je het bodemdiertje mee opzuigen. Opzuigen? Zuig je zo de grond? Heeft Maurice net uitgelegd hoe dat werkt? Hoe werkt dat? Moet je volgens mij even het buisje zuigen. Ja? Dan komt hij in het bakje terecht. Oké, en dan zuig je hem niet op? Nee. Het vliegt er niet zo je keel in? Nee. Oh, gelukkig. Gewoon in het bakje. Ja, hey, en ze zitten in de bodem en dat is wel heel erg belangrijk, want ze houden de bodem mooi los en luchtig, zodat de planten heel erg goed kunnen groeien. En alle dode spul wat in de bodem zit, dat eten ze op. Dus bodemdiertjes zijn super belangrijk. Ja. Ja, daar moeten we blij mee zijn.